Een delegatie van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, OIC, is in Suriname gearriveerd. In de visie van de OIC wordt de nadruk gelegd op de samenwerking op economisch, handels- en technisch gebied. Het huidige buitenlands beleid van Suriname is gericht op diversificatie van de samenwerkingsrelatie en daarom wil Suriname efficiënter inhoud geven aan het lidmaatschap van de OIC. De participatie van ons land binnen de OIC zal worden opgevoerd om fondsen binnen te halen ter bevordering van onder meer handel en toerisme. De OIC is thans de belangrijkste multilaterale ontwikkelingspartner voor Suriname. De samenwerking met de Islamic Development Bank, ISDB, heeft geresulteerd in de realisatie van enkele projecten, waaronder de upgrading van het instrumentenlandingssysteem van de Johan Adolf Pengel Luchthaven en de rehabilitatie van een haven- en aanmeerfaciliteit in Nikeri.